zij de microfoon dadelijk halen nodig hebben. Als ik nu beloofd als veel goeds voor vanavond voor de musical Spoken op Griezelstein. Vooraf twee huishoudelijke mededelingen. In verband met technische wisselingen op het toneel is er ongeveer na een half uur een korte pauze. Hoe kort kan ik van tevoren niet zeggen, wij krijgen weer een seintje van het toneel. En dan zijn ik wel voor in de ontmoetingsruimte, want daar kunt u eventueel iets gebruiken. Hier aan de baan niet. En als tweede, graag niet roken in deze zaal, doe dan tijdens de pauze in de ontmoetingsruimte. Of laat het, dat kan ik moeilijk zeggen als volgt. Nu op de musical, de derde en laatste voorstelling van Spoken op Griezelstein. Heleboel jeugd van de basisschool zit er ook voor de derde keer. Dat is het teken dat het weer aangeslagen heeft. Groep 8A en 8B van een school, welke weten we niet, die gaan ook van school af, net als die kinderen. En die houden samen een afscheidsfeest. Nou, twee zesde klassen vroeger, groep 8 nu, op één school, dat wiemelt altijd. Altijd tegen elkaar. 8A kan natuurlijk 8B niet uitstaan en andersom. Gaan een schoolfeest houden. Ik denk, oh, dan komt er meteen Spoken tevoorschijn. Dat is helemaal niet waar. Maar meer verraad ik niet, want de kinderen hebben het al gezien. En dan blijft tenminste voor de eerste bezoekers een verrassing. Spoken op Griezelstein. Thank you.
Hier is de microfoon, het optreden begint. Yeah.
man van mijn dromen. Dank je, Begrit. En zij zorgen er dan iets op ieder potje pas best. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen we elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs een grote sleutel in het kleinste slot. En daarvan wordt er zo gezond als daarvan. En daarvan hups.
Helemaal goed. Oh, wat een lekkere margarine, man. En kijk eens wat de spierballen al hebben. Mooi zo. Als jullie zo sterk zijn, dan mogen jullie vast de hele afwas gaan doen. En denk eraan, er moet maar één theelepeltje van de concentratie in. Wat? Maar één theelepeltje en die met de overschouwen. Ja hoor, let maar eens op. Waf, 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 waf. Weet jullie wat mijn lievelingsbakjes zijn? Yeah.
dit wordt verhaald, dus wil dat toch ook niet zeggen dat je loopt in het bos van het bos? Ik krijg mensen beens. Spoken en Giezelstein. Giezelstein, het is iets nog van dat huis dat zo heet? Ja, aan de rand van het dorp, met die grote verwilderde tuinen. Lijkt net meer een kasteel. Daar hoort niemand. Mijn moeder zegt dat het al jaren leeg staat. Giezelstein, wat een enge naam. Daar zou ik niet in durven komen. Bang ik uit dat A. Dan zou ik zelf ook niet durven. Bang ik A.B. Oh nee, boe, ik wel. A.B. zou daar nooit de hele haast kans op geld blijven zitten. Dan zeg ik A.B. op Giezelstein. En over een spook op trank en met elkaar. Ik heb thuis een valse draak laten halen. Even halen, ben zo terug.
uit te smeren. De grond is een sterke zwak.
Hans Ego. Wat een stoffels. Wat een spinnenwebben. Ah, wat zie je? Wil je alsjeblieft niet zo stappen, Sjoerd? Moet je kijken. Al mijn haven en muur. De deur en de gang. Oh!
jatten. Kom mee!
12 uur!
Wat? Oh! We zijn gewoon de gek geworden! Alles is
hoef ook geen friet te betalen. Nee, wij hebben best gewonnen. Wij zetten 12 euro op Friesestein. Dus jullie moeten onze fietsen schoonmaken en friet betalen. Oh nee, dat telt niet. Wij zijn ook op Friesestein gebleven. Net zo goed. Wij hebben gewonnen. Jullie moeten jullie belofte houden. Dat telt niet, dat telt niet. Stop. Wat jullie daar gaan een ruzie maken met het ene midden. Wat dan? Kapitein Bonkenboot? Ja, en die speelt met papagaai. Papagaai? Jij bent zeker knettergek geworden. En vast helemaal geen papagaai. En van Bonken heb ik nog nooit gehoord. Maar wij wel! Kijk eens naar het schilderij. Dat is Bonkenboot. Nou, vertel op. Wie ben je? Heel veel mensen hebben het nooit gezien.
wacht. Ik ga gewoon naar het tentje. Ik ben al liever op punt en ik wil wachten. Ja, gauw! Ja, mensen, ga eens! Ik, kapitein Bonkenpoort, kan u eindelijk Liechtenstein verlaten. Ik, kapitein Bonkenpoort, hoef de stad niet langer te bewaken. Nimmer zal ik meer van deze Bonkenpoort komen. En al dat gegriezel is het afgelopen. Lorre moet slapen! Slapen! Bonkenpoort! Bonkenpoort, wat moet u met al dat goud? Ik, kapitein Bonkenpoort, kan u dat niet vertellen. Maar zo gaat beeld, vol kroketten en frikandellen. Bonkenpoort, hé Bonkenpoort, wat moet u met? Vaarwel, Tabby, ik ga u verlaten. Lorre, Tabby, Tabby, Bonkenpoort, Bonkenpoortje! Die is weg. Voorgoed. En wij zitten hier met al dat goud en zilver. Want ons was het houden. U zorgt wel 1000 zakken frikanten kopen. En 1000 kroketten. En 1000 frikantellen. En dan zouden we allemaal misselijk worden. Nu is het goed afgelopen met de spokerij op crisistijd. Vandaag kan iedereen hier zo naar binnen lopen. We zouden de boel kunnen vervallen. Met alles geld dat ze hebben. We maken er een groot clubhuis van, waar iedereen in mag. Ja, ja. Weg met al die spinnenwebben. Weg met al die oude troep. Zet hier tafels, stoelen en banken neer. Een tafeltje met omzet voor het platen. En daar een boekenkast met spannende boeken. Ja, en we maken een toneelzaaltje voor voorstellingen. En een keuken en een slaapzaal. Maar zullen wij op Rockport, laat het daar voor altijd hangen. Hoe krijg jij het trouwens voor elkaar om er zo echt uit te zien als een echt oud spook? Maar het was een echt oud spook. Oh ja, toch wel gek dat zo'n klap uit 1700 nog wat met alle frikandellen heeft, nietwaar? Ik ben wel niet zo goed in geschiedenis, maar hier knap ik iets mee. Nee, in de 18e eeuw stonden er nog geen frikandellen. Ik zie Marie Antoinette al met een frikandelletje op haar troon zitten. Man, kan je spot van de kapitein gehoord hebben? Dan heeft hij ons in het afluisteren. Wat eng! Niks eng! Spoken bestaan niet eng! Stut! Ik hoor iets! Daar, bij het raam! Oh, dank je papa.
keer muziek te wachten, maar we veranderen nog. Een dik verdiend applaus, daarom vlug voor de hoofdrolspelers. Sorry, ik denk dat nog maar een keer. Als dan de eerste luiden, dan zie je ja, in februari, maart, hoor, je ziet het zacht op de rug eens opduiken. Hey, de musical. Als ze het willen, hoef je dan geen één jaar te vragen, want je kunt er niet meer onderuit op school. Na zo'n kleine 10 of meer dan 10 jaar of. En dan moet die nog uitgezocht worden, en dan moeten dan ouders aangezocht worden, en dan wordt er binnen een team bekeken wie dat jaar de tijd op kan brengen. En dan in 2 maanden tijd moet dit hele stuk, en er zit veel in, want vind maar eens een korenrips die alleen vals zingt als je vals moet zingen. En dan zijn er die er al jaren op oefenen. En hier kan het. Maar dat kan natuurlijk niet zonder hulp. Ik niet mee hoef te doen, maar er staan nog hele prachtige kulissen die ook een dik verdiend applaus nodig hebben. Kom eens naar voren, Juffrouw Nets. Juffrouw Nets. En de hulphouder van dit jaar, Karin, die daar hier zaten. Emmy, Melly, moet even denken, en ik vergeet er één. Wie is die vierde? Betty, Angela. Een dik verdiend applaus. Bedankt Frans van Mortel voor heel veel steun, want deze musical waar heel veel lichteffecten bij nodig waren. En bedankt Den Eyck dat wij dit jaar weer een maand trullen mochten maken hier van alle kanten. Ik zou eigenlijk aan 2 kinderen willen vragen om namens de school het Mos Bloemendrek naar André te brengen. En dan wil ik het woord geven aan de oude vereniging om de anderen te bedanken. Hartstikke bedankt Frans. Thank you.
Ja, Jo.
ervoor zorgen dat Amphilie niet rustig kan. Je mag gewoon een keer. Moet je hem horen? Wij kunnen beter op jullie letten, stom stelletje. Wat een vertrouwelijke luiden. Beginnen ze weer. Hallo jongens. Hey, lekkere dingen hebben jullie neergezet. We hebben een flesje wijn voor jullie gekocht, alsjeblieft. Hey, moet alle chips opeten? Is de avond nu lang? Nou, je hoeft niet zo'n grote mond te hebben. Ik moet overigens zeggen, ik kom hier nu een belangrijke vergadering hebben. Ik kan ze niet al te lang blijven. Wat flauw! 9 uur. Bijna naar we door 9 uur. Toevallig moet ik ook om 9 uur thuis zijn. Dan krijg ik thuis nog bezoek. Maar het is nog lang bezoek. Proost allemaal! Proost! Is mad at me.
verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij het bij elkaar zijn, dan past zelfs het grootste stuk in het kleinste schot. Kijk eens wat de spierballen wel hebben. Oh, mooi zo. Als jullie
sterk zijn, dan mogen die pas de hele afwas gaan. En denk aan, er moet maar één theelepeltje van de geconcentreerde draft in. Wat? Maar één theelepeltje? En die vet overschouwen. Ja hoor, let maar eens op. Wat? Weet jullie wat mijn lievelingsbrokjes zijn? Goed! Thank you.
zei dat hij geen stans doet. En volgens mij loopt hij echt in de verhalen, Martine. Natuurlijk niet. Het is maar een verhaal. Een verhaal uit een mooi boek. Alles voor een kapje, een mooi verhaal is. Ik wil het ook eens zeggen dat hij loopt in de boos loopt uit het bos. Ik raak mensen wees. En dan verstoppen we ons gewoon in dat huis. En als het en dan goed er wel in zit,
van het spelen van echte sportverschijnen. Dat ze stuiven op een leven. Dan rennen ze naar buiten en doen de broek vanuit. Tja, als ze. Maar dan moeten we wel als eerst even naar thuis zijn. Achterbank, kom nou! Thank you.
je zo stappen, Sjoerd? Moet je kijken. Al die gehavende lucht. En dit en de ramen. Zou dat een gang zijn? De dokter. Bij vier mensen. Laten we bij elkaar blijven. Ja, laten we afspreken dat we bij elkaar blijven. In deze zaal. En we gaan niet verder dan hier. Hoe laat is het nu? 5:00. Nog bijna een uur. Daar heb ik geloof ik een trap. Blijf hier, Sjoerd. Ja hoor, bang ik. Bang, ik ben niet bang. Maar het zou wel blij zijn als het 12:00 is. Kunnen we naar huis? Hartstikke koud. We kunnen samen al deze slaapkamers heen doen. Ja, nu is daar zeker te schillen voor de zenuwen. Ach. Jongens, moet je kijken wat een griezel. Dat ze dat hier hebben laten hangen. De zin komt daar. Een rare kerel is. Het is wel een paar op je schouder. Hij heeft een zwarte nachtpost om. Volgens mij is er zeer over. Ja, en op de achtergrond zie je een schip. Met een heleboel masten en zeilen. Thank you.
iemand iets zoeken. Papagaio.
laat ik ben. Even schudden. Klaar, wat slechte kaarten. Jij bent aan de beurt, Wilma. Ik kan niet, ik moet trekken. Zeg, hoe laat is het nu? Is het niet het spieken? Uur? Niet spieken. Nee, de lang niet. Niet nadenken, doorkarten. In de klaar, buiten. Ik wil het schoonmaken. Oh, ik ga het zien. Hé! Ik hoor wat. Thank you.
kunnen gaan. Er staat niemand bij het raam. Zie je? Niemand te zien. We kunnen naar buiten. Zijn jullie maar. Ik heb hier nog wel met de spoken te bespreken. Wat? Met die spoken kun je maar niet spreken, Dennis. Kom je weer net. Misschien staat ze om 8 avond buiten te wachten. Kunnen we ze vertellen wat we allemaal meemaken? Ze geloven ons vast niet. Niemand zal ons geloven als we alles van die spoken en geesten vertellen. Ga maar buiten kijken. Daar staat niemand. Hoe weet je dat dan zeker? Je hebt niet eens buiten gekeken. Wat gebeurt er van tijd? Kunnen jullie allemaal. Wat bedoel je toch? Hebben jullie goed van Graf Dracula gezien? Nou, af! Hebben jullie dan niet gezien dat Graf Dracula toevallig net zo'n trimschoenen draagt als Arnold uit Achtbaan? Wat? Oh! Hebben jullie goed gelet op de dood van Viola? Ja! Hebben jullie dan niet gezien dat de dood van Viola net zo'n digitaal horloge draagt als je groen uit Achtbaan? Wat? Oh! Hebben jullie goed gelet met het spook en zijn hoofd onder zijn armen? Ja!
Wat dan? Ik wil afvragen, was die eigenlijk kapitein Bonkenpoot? Kapitein Bonkenpoot? Ja, en die speelde elke moord op een rij. Papagaai? Jij bent zeker het genette gek worden. Het was even geen papagaai. En voor Bonkenpoot heb ik nog nooit gehoord. Maar wij wel! Kijk eens naar het schilderij. Ik had een Bonkenpoot. Nou, vertel op. Wie vindt het lief als ik als Bonkenpoot gekleed? Wij niet. En wie deed dat papagaaibeest na? Nou? Echt niet. Echt niet, Dennis. Niemand van ons had zich als kapitein gekleed. Wij staan als een papagaai. Dat hebben we niet verveeld. Is er iets? Ik ben gewoon een kapiteintje. Ik wil punt
altijd hangen. Hoe krijg jij het trouwens voor elkaar om er zo echt uit te zien als een echt oud spook? Maar het was een echt oud spook. Oh ja? Zorg wel gek dat zo'n spook uit 1700 nog wat het over Pieter Maan heeft, nietwaar? Ik ben wel niet zo goed in geschiedenis, maar hier klopt er iets niet. Nee, in de 18e eeuw stonden er geen frikandellen. Ik zie Margie Antoinette al met een frikandelletje op haar toon zitten. Ja. Maar het kan een spook van de kapiteintje hebben gehoord. Dan niet om ze te afluisteren, wat eng. Niks eng. Spoken bestaan niet, eng. Stilus, ik hoor iets. Daar, bij het raam. Thank you.
Ai, 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 ai. Zing het. Maar niet wat een ellende. Gelukkig niet. Er ging eigenlijk niks mis. Hier weet je dan meer, wij missen minder in de zaal. Als is geweldige prestatie weer voor mij nu voor de 7e keer achter elkaar om een schitterende musical in Lips te zien. Even iets goed maken beginnen als ik het welkom heette, toen heb ik alle andere mensen niet meer welkom geheten. Bedankt in ieder geval voor het aanwezig zijn. Een volle zaal, het was heel fijn denk ik om te spelen. Wel zenuwachtig, maar heel fijn. Maar dat kan alleen als er zo'n kleine 3 maanden, 2 tot 3 maanden, heel hard geoefend wordt. En dan hebben we hulp bij nodig, dan kunnen ze niet alleen. Hoewel op tent, wel bijna vlot, hè. Maar het begin zeker niet. En daarvoor hebben we dit jaar weer 4 ouders gehad. Die wil ik even naar voren vragen. Om zich bij de groep te voegen. En die een applausje te geven, die andere vrije tijden naar de groep te voegen. Alina. En Danny Zomer. Net weer komen assisteren. Die heeft dus een aantal uren en vooral finesses, heel veel ervaring, juffrouw Antoinette in het verleden. Heel fijn dat u terug is, juffrouw Antoinette. Graag ook even bij de groep. En extra tot de baan bewaard, echt de supervisor van dit jaar. Juffrouw Bets, ik denk dat groep 8 met de ouders en de zaal is. Dat mag grappen van juffrouw Bets, want die heeft al uren en uren. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, ik dacht dat wij kunnen stellen namens het schoolbestuur dat wij vanavond hebben kunnen genieten van een geweldig optreden van groep 8A en groep 8B, als ik me goed kan herinneren. Ik dacht dat het een geweldige prestatie was, want in die korte tijd dat jullie dat gedaan hebben, hebben jullie iets geweldigs van gemaakt. Gelukkig heb ik ook kunnen ervaren dat het op de band is vastgelegd. Dus over 100 jaar, wanneer jullie allemaal inderdaad allemaal onder de aarde liggen, goed, dan kunnen we daar nog eens een keer naar kijken. Ja, dan kunnen we echt nog een keer scoren. Mijn complimenten namens het schoolbestuur. En ik wou namens het schoolbestuur ook de dames heel hartelijk bedanken die hier naar beneden hebben gewerkt. En ik zou zeggen, Rini, wil je eens even allemaal de bloemetje namens ons overhandigen? En nogmaals, een geweldig applaus voor ons. Morgen, dankjewel. Wij bedanken natuurlijk de ouders, die hebben uiteraard ontzettend hard aan gewerkt om dit geweldige prestatie ervoor te zetten. Maar ik denk dat jullie met z'n allen wel ontzettende dorst hebben gekregen. Ja, en om daarmee te lessen krijgen we ons allemaal een consumptiebon. Nogmaals, het was geweldig, hartstikke bedankt, veel succes op de nieuwe school. En ik zou zeggen, morgenavond net zoveel mensen, wat ik wil, ik heb ze niet geteld, maar volgens mij zijn er altijd een paar honderd. Zitten. En als er morgen weer een paar honden zitten met de helft van de rits, kunnen genieten van je geweldige optreden.